Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dus ik heb tot de islam gekomen. Ik probeer hem kort te doen. Wie zoekt die vent? En Allah leidt wie hij wil leiden. En ik prijs ook Allah alam. Ik ben van mening toch dat wie zich wil laten leiden, dat Allah die leidt. Want je kan je ook afsluiten voor die leidingen, je kan je ook afsluiten voor de ayat, voor de tekenen. En enfin, ik ben katholiek opgevoed en ik ging naar de kazo, naar de massa. Je gaat mee met je moeder en zo, maar ik was nu eigenlijk niet echt aangetrokken door de deur, dat sprak me niet aan eigenlijk, maar was wel. Ik wilde wel dat God over me tevreden was, alleen ik voelde me enigszins, ik voelde me schuldig erover dat ik niet zo religieus was, dat ik niet bidde of niet vele bidde. Ook ouder was. Dus ik kan realiseren dat het katholicisme het enigste niet is. Er zijn zoveel religies dus. Waarom niet gewoon het wat anders het kiezen? En ik ben dan op zoek gegaan, consequent op zoek gegaan, maar post schooljaar of 16. En hun boeken hadden de bibliotheek over verschillende religies. En dat zeker niet, dat misschien, dat spreekt niet wel aan. Natuurlijk, de islam, dat is dat wijs je niet eens over, zeg maar, natuurlijk. Want je wijs dat toch al te weten, de islam, dat is toch vrouwenvriendelijk en gewelddadig wijs je dus. Maar ja, toevallig, ik heb toch gelezen dat de Koran revelatie was van God, of dat de moslims dat geloven. Terwijl de vriend bijzonder dat dat een soort boek was zomaar regeltjes, dit mag niet en dat moet wel. En dat bijzonder ik ook over de Bijbel. Maar ik kan dan de Bijbel gewoon lezen met een andere visie. En als je dat dan leest, dat je bijzonder dan van, ja, de Koran is een soort vervolg op de Bijbel. Wat dat een boodschap is van God, dan moet je toch weten wat er daarin staat. Je zit dan wel vreemde curieus daarover. Dat vind ik stom, ze van niet te lezen. Hè. Maar goed, ik ben er vanuit gegaan van het wat te kiezen wat dat bij mij past. Alleen achterna die het onduren van het is vrij simpel. Het kan maar één iets zijn en dat is de religie van Allah zelf. Niet iets wat hij zelf verzint en niet iets wat dat iemand anders heeft verzonnen. Er zijn zoveel dingen, dat weet ik ook wel. Maar het is niet iets. Het kan niet perfect zijn dat het een man door mensen verzonnen religie is en ook niet door mensen veranderde religie. Helaas gebeurt dat ook met, het is altijd islam geweest, maar keer op keer natuurlijk is dat wat er is gebeurd en wat er nu ook weer gebeurt. Maar alhamdulillah, de islam is er nog wel. Fijn, ik ben toen een ding gaan doen, een vertaling van de Koran, heel ouderwets Nederlands. En je begint natuurlijk met Surat al-Fatiha en al-Baqara en dat was het gewoon. Dat was precies lekker wat ik daar stond, wat dat ik ook van mening was. Maar wat ik zag en ik was een beetje terug. En toen, ik wou nog een beetje vervulling begonnen, echt, want in de media wordt je dus vertaald over de islam, het is zo en zo, en wat hij toen doorleest, is heel anders natuurlijk.
Dus wat is er, is dat echt de islam wat ik hier nu lees, of is het wat je dus wordt voorgeschoteld? Maar alhamdulillah, ja, het is ook moeilijk natuurlijk dat er vele wordt verteld en vele wordt gelogen. Maar toch, ja, voor je er vanaf te zetten van. Je vanaf te zetten van hetgene wat je ziet aangeleerd is natuurlijk niet iets wat je van die ene dag op de andere doet. Maar toch, alhamdulillah dat ik zeer gegaan. Ik heb een contract gesloten met Allah, zo simpel. Ik ben niet naar een moskee geweest, die woon er ook niet voor zover dat ik weet. Ik kende ook geen moslims. Ik was nog eindelijk nog eens terecht te tonen voor te leren wetten en al die dingen. Dus dat is ook nog een heel aardige deur die ik kost te praktiseren of ook gingen praktiseren, want we hadden niet dat er dat iemand wist. Hé. Ik was zo gekend dat er dan twee ging proberen af te pakken, als ze dat wisten. Niet dat dat zo lang heeft geduurd, maar toch tegen dat je dan de hoofd ook gaat dragen en tegen dat je dan ja, gaat vasten en al die dingen. Bidden deed ik ook nog in het geheim. Wees ook nog. Ook al wist hoe dat ik moest doen, dat ik het toch nog in het geheim deed. Want dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend in de situatie destijds. Dus, alhamdulillah. Nu heb ik dus wel de vrijheid om dat te doen. En is het toch dus de dierbaarder. Vind ik, omdat ik weet hoe dat is, voor in het geheim moslim te zijn en voor in het geheim te vasten en voor in het geheim te bidden en al die dingen. Dat is toch niet het eerste? Dat is misschien wel belonend, Allah alam, maar fijn, komt hier ook weer. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.